Een hey, Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all oh, what oh, just in de aardappels Je hoort de bandetjes van veren en wij zingen hun mee. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, niets oh, 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 is er zo fijn. Dan al wat sneeuw met wesse Rudy in de aardappels mee te zijn. Oh ja, goed gedaan, Rudy, dankjewel. Alsjeblieft, boom boom. Yo mensen, toffe deze video. Mijn naam is Westy van Viefmoor1999. Vandaag weer een nieuwe <coughs> Sorry. FC Groningen Fred Rutte Queer Mode. En vandaag hebben we weer drie wedstrijden. Maar van de Namere wedstrijden, Maar we gaan er met twee spelen in deze aflevering. Tegen Atletico komt dit de wedstrijd en daarna de het in de Eredivisie. Maar nu een hele belangrijke wedstrijd. Tegen Atletico komt het dit. We hebben natuurlijk uitverloren, Dat we weten natuurlijk dat we staan op netvlies gebrand. En nu willen we natuurlijk thuis in eigen stadion. Opnieuw tegen Atletico Madrid de drie punten halen. Maar we weten dat het heel, 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 maar nou ook echt heel moeilijk gaat worden. Tegen Liverpool, de eerste wedstrijd, ging het uh, verbazingwekkend goed. En nu laten we hopen dat tegen Atletico Madrid. voor de tweede keer treffen we die dus nu in de Champions League. Of gaan we niet kijken? Het is dezelfde opstelling als de vorige ontmoeting. Dus, uh, alleen alleen Suárez niet, die er gewoon steeds geblesseerd is bij Atletico Madrid. ging er toen geblesseerd uit. Toen hij tegen ons speelde. We gaan kijken wat de wedstrijd gaat worden. We hopen natuurlijk een mooie wedstrijd. Let's go! We gaan beginnen aan de wedstrijd. Atletico Groningen-Atletico komt dit te spelen thuis. En dat is natuurlijk een voordeel. Zou je zeggen.? Dat we hopen dat het ook zo is. Atletico komt dit in ieder geval met de eerste aanval. Ben Benjer. Kans nu. Onderschept. Goed gedaan. Weer bal voor Felix. Gevaarlijke bal bezit weer voor Atletico. Hier wordt de overtreding. Jazeker. Strafschop. Bot die met de overtreding. Vrij tap. Strafschop dus voor uh, Atletico Madrid. En dan gaat er dus de eerste kans komen. wordt het uh, Benjedder of wordt het Sergio Pad? En het is Sergio Pad. Goede reding van de doelman van Groningen. De bal heeft hier nog binnen. Dus de bal is hier voor uh, Oosterwolle. Oosterwolle richting Mo Elankuri. Krijgt de bal helaas niet verder. De bal is nog steeds op een gevaarlijke plek voor Atletico Madrid. Yedder, De man die de strafschop miste hier. En opnieuw de kans. Onderschept hier goed gedaan. Diemers. Nu de overtreding weer. En weer de vrije trap voor Atletico. Weer de overtreding van uh, Groningen op een gevaarlijke plek. Nu is de vrije trap voor uh, Atletico. Ben Yerde, gaat hem niet nemen. Het wordt Party uh, Ramsey. En de bal gaat naast. Dan is het uh, klaar, deze kans. Dan is het doeltrap voor uh, Groningen. Seychelles op pad. Richting IE. Het KIE. Gaat naar de flanken. Dankelui. Dankelui. In een door richting uh, Ekkelenkamp. Goeie kans voor Groningen. Gaat dat lukken ook? Jurk en Ekkelenkamp. Geeft de voorzet. Ekkelenkamp kans. Diemers. En de bal op de paal. En dan is het uh, geen 1-0 voor Groningen. Minuut 23. Eerste kans dienen gaan zich af. ze Groningen. Nu Atletico weer. Moeten we uitkijken. Want ze gaan terug. Ze gaan naar voren. Wordt het oppassen. Kunnen de verdedigers goed staan voor Groningen nu? Ja, hier. IE zit het goed tussen. De kans nu. Ekkelenkamp. Wil de ook uit Robben. IE. Robben krijgt de bal hier terug. En dan is de bal alweer voor Atletico. Slechte paas op je Robben. Dus de kans voorbij nog steeds 0-0 en weer Atletico met de aanval. Het is uh, dreigend uh, deze wedstrijd. Mooie eerste helft in ieder geval. Van beide kanten. Groningen speelt sterk achterin in de verdediging. We speel ook met een andere opstelling. Meer verdedigers achterin staan bij deze opstelling. Kijk hoe dat uh, gaat uitvallen bij FC, bij FC Groningen Dit, uh, tot nu toe. Ik wilde het wel zo houden, die opstelling eigenlijk. Goeie paas. En ik door nu richting uh, Dankelui. Dankelui. Kans nu Dankelui. De handen van Oblak. Eerste helft is dus alweer voorbij. Tweede helft begonnen. Nog steeds in 0-0 stand hier. Kunnen we eigenlijk sterk beginnen in de tweede helft. Robbe wordt weggestuurd. De kans nu voor Groningen. Arjen Robben. Zet hij zijn ploeg dan op voorsprong. Arjen Robben. 1-0 voor Groningen. Arjen Robbe maakt hem. En hij zet zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. De aanvoerder van Groningen. Een 1-0 voor Arjen Robben. Mooi gedaan. Mooi van hem ook. Wissel staat klaar. Loensvriest invallen voor Diemers. Maar de 1-0 is wel een feit voor FC Groningen. Arjen Robben. Zo staat Groningen in eigen stadion voor. Zoals we het ook hadden gehoopt. Zoals het tot nu toe ook uitpakt. Maar ja, Atletico Madrid zou Atletico Madrid niet zijn als ze nog uit gaan proberen te kopen. Natuurlijk. Dus uh, een groot team. Hier, Ben Yedder. Komt de eerste kans op hem. De 63. goede paas. Ze komt er een kans voor de gelijkmaker. Joao Felix. En dan is het de redding van Sergio Pad. Doet het goed. Wel de hoekschop voor uh, Atletico Madrid. Ramsey naar de kant bij Atletico. Wie is dan voor hem in de binnenlijn gegaan? Koke is binnen de lijn gekomen. Hoekschop genomen. Weggekopt nu. Kopkans de bal overgekopt. Door aanvoeren. doelt dat dus. Zes op pad. Bottegie. Oosterwolde. Oosterwolde richting Moelan Goede Goeie uitbreiding naar u op de flanken. Nou, Moelan Koeri moet de voorzitter komen richting Joosten. Kan hij het dan doen? Joosten gaat schieten. Joosten. En de redding van de doelman. En de bal weggewerkt. Opnieuw opgevangen door Botteguin. Joosten. Het kan nog steeds nu. Joosten. Een keer geschoten hier door. Uh, wie was dat? Was dat. Uh, Dankelui Volgens mij. Ik heb geen idee wie het was. In ieder geval is dus de kans voorbij. En nog steeds 1-0. De doelpunt van Robben. Atletico op dit nu met de pal bezit. Richard. Goede onderschepping, wel de ingooi. Maar niks uit kan voor Atletico. Nu de laatste 10 minuten. Als hier je Joost wordt bereikt, dan kan er zo met de kans komen nog. De laatste 10 minuten. Komt Groningen dan met de 2-0. Joosten, zeker, het is 2-0 voor je Groningen zo vlak voor tijd. De laatste 10 minuten zijn ingegaan. En het is de 2-0 voorsprong voor Groningen. Ongelooflijk, na een slecht spelende uiterststheid tegen Atletico, gaat het hier thuis. Verbazingwekkend goed. En het is het de 2-0 van FC Groningen? Patrick Joosten. De twee mannen die belangrijk zijn. Robben en Joosten. Tot nu toe in deze wedstrijd. En dan gaan we ook de wissel doen. Want we hebben Robben die geblesseerd is. En dat is een hele domper. Een hele grote domper. Van Buurder gaat hem verwarren. Maar dan gaan we dus wel Robben missen. Robben is geblesseerd en kan dus niet. Ja, ik kan je al meedelen. Hij is twee maanden uitgeschakeld. En dat gaat een hele, hele pijnlijke. Ja, hele pijnlijk, heel pijnlijk zijn voor ons bij FC Groningen. Dat is wel een domper op deze wedstrijd. We staan nu 2-0 voor, maar het toch wel een domper is dat Robben geblesseerd uitvalt. Voor twee maanden is hij uit de relatie. Kan dus niet meedoen. Ik denk dat hij begin januari pas weer aangesluit bij de selectie. Laat hopen, de man van Glas, zoals hij wordt genoemd. Dat niet al te ernstig is aan je robben. Laat hopen dat hij snel uh, terug kan komen bij Groningen. En dat hij ook fitter terugkomt. Want ja, hij, uh, sommigen zeiden al van je moet hem gewoon verkopen. Ja, dat wou ik niet doen, want het is gewoon de man van Groningen. Hij heeft ons deze wedstrijd ook geholpen. We staan 2-0 voor. Met, de, met dank ook aan Robben natuurlijk. Dan met, met die 1-0. Dat gaf het team meer zelfvertrouwen. Ik wel een kans voor Atletico. Wordt nog gevaarlijk dan. En het is nu wel de strafschop. Ja, alweer de strafschop. IE met overtreding. krijgt gelukkig gele kaart, als had het rood geweest. Maar wel de strafschop dus voor uh, Atletico. Weer Benjer en nu de pad. De verkeerde hoek. En het is nu wel de 2-1. Laatste vijf minuten tikken weg. En we staan nog steeds op die voorsprong. De 2-1 voorsprong. En nu moeten we de bal een beetje achterin zien rond te tikken. En dan hopen dat het uh, goed gaat uitpakken. We we gewoon de wedstrijd winnen met 2-1. We hebben wel een goede wedstrijd gespeeld. Dan moeten we de volgende wedstrijd eerst tegen Liverpool volgens mij weer. En die moeten we dan ook ja, daar nu uit. En dat is wel lastig natuurlijk weer. Bij Liverpool uh, in hun stadion. Een minuut tikker weg hier voor Groningen en uh, Atletico. Groningen gaat die winnen met 2-1 van Atletico met dit verrassend. Groningen speelde goed deze wedstrijd. Met name de tweede helft. is dus nog een goede paas. Kan het zomaar nog 3-1 worden dan? En de bal naar de van de doelman. Dan is de wedstrijd zo wel voorbij, denk ik. In die extra tijd die je al verstreken is. Nou, de bal is nog voor uh, Groningen. Nee. Dan is het klaar. We winnen met 2-1 van Atletico Madrid. Doen we dus goed in de Champions League tot nu toe. Naar het eerdere verlies tegen Atletico uit. Winnen we nu een eigen stadion. Dat is natuurlijk mooi. En gaan we door naar de volgende wedstrijd. Die is in de Eredivisie. Daarna hebben we de wedstrijd volgens mij met Turkije. Die gaan we simuleren. En dan gaan we zo langzaamaan weer naar de volgende wedstrijd. In de. Volgens mij, dat... want ik simuleer ook. Ja, dat zien we zo wel. Even kijken naar het kalender zo meteen. Maar die, die uh, zegt dat hij ook meerdere posities kan. Daar ben ik heel erg tevreden mee. Toledo gaan we nog even afwijzen, die jeugdspeler. Dat komt allemaal goed, want de volgende wedstrijd die we gaan spelen is tegen AZ. En daar ga ik ook een beetje mijn jeugdspelers bij opstellen. Rob is dus geblesseerd. Postema gaat op zijn plek staan. Kijken of Postma en Joosten goed voorin kunnen zijn. En uh, ja, ik denk dat ik Postema wel wil laten staan in de voorhoede. Ik denk nu ook dat aanvoerder Sergio Pad wordt in plaats van Erik Botteguin gewoon. In plaats van Rob eigenlijk wordt dus nu Sergio Pad de aanvoerder van FC Groningen. Uh, een paar scouts zitten in ieder geval tussen. Deze bij, bij Zuid-Korea dan wel wat. Hier Bang, die ga ik ook uh, bij meenemen tegen AZ. Dus die gaat heel invallen. En de rest zat er niet zoveel tussen qua jeugdspelertjes. We gaan de interview in de persconferentie in vooraf naar de wedstrijd tegen AZ Alkmaar. En uh, ja, laten we hopen. AZ staat... Oh, wacht voor Eerst even dingen toevoegen ja mooi AZ staat eerste wij staan derde we moeten dus eigenlijk gewoon winnen van AZ en ik hoop dat dat gaat lukken natuurlijk we moeten kijken hoe we ons kunnen staande houden nu vanaf de start zonder onze aanvoerder Arjun Robben laten we hopen dat het niet een, uh, een tik gaat zijn voor FC Groningen nu in de Eredivisie dat we niet minder gaan spelen want we willen natuurlijk gewoon goed blijven presteren in de Eredivisie zodat ook doen in de Champions League Beke komt er ook aan tegen Willem II moeten we volgens mij de eerste ronde van de KVB-beker. Dat komt er allemaal aan. Dit is ook het laatste seizoen met FC Groningen. Mode. Hierna gaan we met Fed Rutte naar een andere club. Kijken welke clubs interesse hebben. En daar gaan we dan vragen of ze ons willen hebben. En als ze ja zeggen, dan gaan we daarheen. Eerst gaan we nu kijken wat wij tegen AZ kunnen gaan doen. AZ is natuurlijk een sterke ploeg. Maar wij hebben ook een sterke ploeg. Ja, ik, natuurlijk zonder Robben. Maar ja, we hebben wel een paar andere basiskrachten nu in staan. Ik heb ook een, iemand van de wissel. Ik heb deze wedstrijd Marcel Bos de kans gegeven om te starten. We kijken of hij zich kan laten zien, want vind hem ook wel een toekomstige speler. Als de spelers gaan meenemen naar een volgende club, dan worden het wel de jeugdspelers. Zo Bakker en uh, Bos, die gaan we zeker meenemen. In ieder geval gaan we naar kijken naar de opstelling van AZ. Hier zien we Bizot, Sablay, Lecet, Pantelic, De Wit, Koopmeiners, Evian, Aoyan, Stengs, Boado en Idrissi. Dat zijn de elfnamen van AZ. Gevaarlijke elfnamen natuurlijk. En Dan gaan we nu kijken naar onze elf. Want die zijn op ons beurt ook weer gevaarlijk, natuurlijk. En het doel hebben we, natuurlijk, zoals we dat altijd kennen, Sergio Pad. Hebben we in de verdediging? Dankelaar. Hier Bakker, Rikiek. Oosterwolde, Eckelkamp, Moran die Marcel Bos, Postema en Joosten. Dat zijn elf namen. Bakker dus nu uh, ja, achter het middenveld, zeg maar in de verdediging. En dan is dus uh, kijken hoe dat gaat staan houden voor, uh, voor Groningen. Of we ons sterk kunnen houden. AZ komt hier voor het eerst uit. Wordt uh, Groningen wordt het eerst getest? Boadou. Boa komt er de kans? Verdedigers weten niet hoe ze moeten staan, even. Boa komt er de kans. En niet zomaar de kans, want het is ook een doelpunt. Het is de 1 of 1 AZ. We staan achter binnen 10 minuten. Moeten dus tussen zien te komen naar een achterstand. Postma, Bakker. Nu de flank gezocht, zoals altijd eigenlijk bij Groningen. Oosterwolde nu op de flank naar voren gegaan. Er loopt niet echt iemand vrij. Postma moet eigenlijk nu naar voren rennen, maar dat doet hij niet. Dan gaat Oosterwolde zelf proberen. Oosterwolde nu er wel iemand daarvoor in. Hij gaat helemaal naar Joosten. Nu terug naar Postma. Postema, Bos, Marcel Bos raakt de bal kwijt. Dat is wel uh, jammer natuurlijk voor die uh, jeugdige middenvelder. Dus de bal weer voor AZ, Kelvin Stengs. kwartier hier gespeeld. 1-0 de achterstand voor Groningen. Kelvin Stengs naar Lettut. AZ die de bal een beetje rondtikt. Op zoek gaat naar ruimtes. Kelvin Stengs, maar Ancoori zet druk. Nog steeds de bal bezet voor AZ. Goede ontscheping van Moraal en Koer nu. Nu de countermogelijkheid, gaat Jooste. Jooste, goede bal van Bakker op Joosten. Joosten raakt de bal kwijt. Toch dan bij Postema. Bostema en ik doorgelopen van Marcel Bos. Dan moet hij er nu komen. De gelijkmaker. Marcel Bos en Eder Redding van de doelman. En dan hier nog Bostema en Joosten. Dan Joosten. En dan is het buitenspel en geen doelpunt. Tussen minuut 20. zetten Die bal klunser in de voeten weg van uh, Groningen. Dus de bal hier voor FC Groningen. Goed gedaan. Joosten komt er goed. Dan moet hij nou wel vallen. En dan is het nu wel raak. De gelijkmaker. Voor FC Groningen. Patrick Joosten doet het dan nu alsnog. En dan is het 1-1 voor FC Groningen. De man die nou eigenlijk zijn team een beetje op sleet aan moet gaan nemen. Nu Robben geblesseerd is voor twee maanden, moet nu toch wel de belangrijke man. Ook Patrick Joosten, volgens seizoen sowieso de beste speler op het veld bij Groningen. Moet hij zich nu toch gaan laten zien voor FC Groningen daarvoor in. Half uur gespeeld, 1-1. Groningen zichtbaar sterker. Poet meer zelfvertrouwen uit. Goede paas op Dankelui. Dankelaar gaat hij het dan doen. Dankelaar gaat de voorzitter geven. Dat doet hij ook goed. Joosten. En dat is het inderdaad 2-1 voor Groningen. En is het weer Patrick Joosten met zijn doelpunt. Zo vlak voor rust. Een half uur, nog, een half uur gespeeld. En de 2-1 voor FC Groningen. Groningen komt terug van een achterstand. En twee keer Joosten die dat dan toch weer bereik is voor zijn team. Hier zien we het. Joosten, mooi gedaan. 2-1. En kijken of het nog een voorbode is voor meer voor Groningen. Joost is tevreden. AZ is minder tevreden. Wij zijn natuurlijk wel tevreden. We kijken hoe het nog gaan verder wordt deze eerste helft. Z in ieder geval op jacht gaat naar de 2-2. Maar AZ is zichtbaar aangeslagen naar die twee tegengoals die ze, die ze snel tegenkrijgen. Boadu. Boadu het ontdrukt. Zo de Ekkelenkamp. Steeds Boadu die de bal behoudt. Gevaarlijke kans. Nu Ekkelenkamp uiteindelijk dan wel raakt. Goed gedaan. je Oosterwolde in een minuut 33. Oosterwolde raakt de bal bijna kwijt. Onderbij een medespeler gekregen. Hier Mo Elankouri. goede paas. Mo Elankouri komt daar net niet lekker langs. Dus de bal nu voor de ingooi voor AZ. Letchert, Calvin Stenks. Oh, hier richting Evian. Eerst al zit het bijna op. Nu het 35 is aangebroken. En nog steeds de 2 in voorsprong voor FC Groningen. De Groningen die zichtbaar sterk is. Bobadou krijgt de bal niet verder. Onderschept door de Kiek. Bal hier bij Oosterwolle en M.O.L.A.N. Lankouri. Mooie paas. Bakker. Komt er nog een kans voor de 3-1 voor rust? Zo, wat zijn, zegt Joosten. In één keer door richting Marcel Bos. Die moeten nu vallen. 3-1 voor Groningen. Jazeker. 3-1 voor FC Groningen. En het is de jeugdige middenvelder Marcel Bos. Die Groningen op de 3-1 voorsprong zet. Zo vlak voor rust. Hij scoort en het is voor hem natuurlijk mooi voor de Jeugdspelers die deze wedstrijd tot nu toe mogen spelen. Er zitten er ook een paar op de bank, dus zien dat hun ook wel ligt. Ook de nieuwe Bang, de Zuid-Koreaanse speler, die ook op de bank zit. Misschien gaat hij ook wel invallen in de tweede helft. In ieder geval 3-1, zo vlak voor Rust voor Groningen. En Groningen is zichtbaar sterker naar die goals. Groningen kan zich ook houden zonder Robben. Dat is ook heel wat natuurlijk voor FC Groningen. Maar natuurlijk verwacht het zakt helemaal in. Maar het valt gelukkig nog mee. Bakker, zou het zal wat zijn, zegt nu. Moelan Koeri, Groningen ruikt bloed, Groningen wil meer. Moelan Koeri, Joosten dan, en een herinnering van de doelman, bijna de, de derde, maar hij gaat er niet in. Hoeschop. wel voor Groningen. Wordt genomen hier, richting Ekele kant die daar probeert. De bal komt hier aan bij IE, het kan nog steeds. Controleren, schieten, Oosterwolde, en een herinnering weer van de doelman, weer de hoeschop voor FC Groningen. Genomen weer door Bakker, nu kort weer, richting Moelan Koeri. Moelan Koeri met de voorzet, richting Rikikik. bal weggekopt, opgevangen door IE weer. IE, Ekkelenkamp. Ga ik de bal kwijt, tot. Ekkelenkamp, dan komt hij er langs voor de 4-1 en de redding van de doelman. En de bal nu weggewerkt, dan is de eerste helft ook al zo voorbij. En staan we dus op die 3-1 voorsprong. Gaan we kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. Dus nu begonnen, net die tweede helft. Dankelui gaat eruit komen. Dankeluij gaat Groningen gelijk. Hoe beginnen aan die tweede helft? Joosten weer. En inderdaad, dan is het de hat van Patrick Joosten. 4-1 voor Groningen. Groningen gaat het in de eerste helft gebleven is. Na een 2 overwinning op Atletico Madrid. Nu een 4-1 voorsprong op AZ, de nummer 1 in de Eredivisie. En Groningen laat, ze, laat maar weer eens zien dat ze zonder Robben ook zeker sterk kunnen zijn. We zien het hier bij de 4-1 voorsprong. En AZ echt zichtbaar aanslagig. AZ weet niet wat ze moeten doen. Ze zijn flabbergasted dat het hier 4-8 staat tegen de nummer 4 van, uh, van de Eredivisie, Joosten. Joosten, nu een keer door. Postema, kan Huikendoepel maken dan? Vervangen van Robben. Postema en de redding van de doelman. Jammer voor hem. Krijgt er niet in. De hoekschop voor Groningen. Wordt genomen door Bakker. Toch niet. Ik ga hem door laten nemen. Ik ga hem laten indraaien. Kijken of dat lukt. Maar Ollan gaat gaat het echt ekkelijk Kan proberen. Daar komt hij ook aan. En hier de redding. Bal weggehaald door de verdediging. Omnieuw de hoekschop. Wissel ook. Bovardo gaat naar de kant bij AZ. Dat is toch wel een verrassende wissel. Druiven binnen de lijnen. Nu de hoekschop, nu komt weer de kans. Bakker nu met de kopkans en de bal gaat over. En dan is de kans voorbij. Hier komt de kans voor AZ. Wel weer goed verdedigd door FC Groningen. Toch weer de bal in de voeten van het tegenspeler. Minuut te 60 hier. Druif onderschept nu weer. Toch nog steeds AZ. En nu uh, daaruit komen dan misschien Bakker. Dat is een goede paas van Bakker richting Joosten. Dat is ook zomaar de kans komen. Postema loopt er ook. Fijne moet de bal nu voorkomen. Postema voor de 5-1. En dan is het weer niet zijn doelpunt. De bal weggehaald, tot nog steeds uh, slecht gedaan, slecht verdedigd. Nog steeds Groningen met de bal bezet. Post te doet dat totaal verkeerd. Raakt de bal helemaal niet goed, dus de bal weer voor Dan Aanzet die ook niet lekker de bal wegwerkt en heel snel wegwerkt. Want uh, nog steeds achterin gevaarlijk, Ze komen er nu langzaam uit. Kelvin Stengs, pot terug naar achteren. Hij Aanzet de blik te veel naar achteren gericht. Oude Jan, dan komen we nu langzaam eruit. We worden het nu uitkijken voor Groningen. Druif, goed verdedigd. De kans nu weer eruit komen. Bakker. Moran Koeri. Het is over en weer nu deze minuut van de wedstrijd. Postema, nu er wel. Nu moet hij eigenlijk zijn doelpunt maken. Lukt het dan nu hem wel? Postema. En dan is het weer niet. Postema. Dat, dat, wat doet hij daar raar? Laatste 20 minuten. Nog steeds de 4-1 voorsprong. Oké, okay, we staan nog op een ruime voorsprong. Maar Postema had al een paar keer de kans om dat doelpunt te maken. Misschien moet ik dan nog gaan nadenken of ik hem wel op de plek van Robben hou. Goeie paas op Moran Koeri. Moran Koeri. Joosten dan. Tot nu toe de man van de wedstrijd met zijn hat-trick. Is dus wat over een achterlijn. Over de zijlijn ingooien voor Groningen. Wissel bij AZ. Dubbele wissel bij AZ. Chelsea binnen de lijnen. Eh, zeg maar Chelsea. Klaasje binnen de lijnen. En wij gaan ook een wissel doen. We gaan de jeugdige spelers laten invallen. We gaan even kijken. Af Riva gaan we erin doen voor Joosten, Joost. Joost krijgt rust. En we gaan ook Bang inbrengen voor Elan Koerdi. Twee jeugdige wissels. Dus to uh, Toledo was er al ingevallen. En dan gaan we nu kijken hoe deze twee zich staande kunnen houden. Tegen AZ de laatste 20 minuten, laatste kwartier voor deze twee om zich te bewijzen voor Groningen. Hij heeft natuurlijk ook eerder gespeeld, bang niet, dat is een debuut. Kijk hoe hij zijn debuut gaat doen. Postema, goede paas. Kan nog wel de kans voor uh, Arifa. Arifa, net koud in de binnenlijnen en de bal op de lat. De eerste kans voor uh, jeugd, uh, de spitser de jeugd. Maar hij gaat er niet in. Postema kan nog steeds, weer Arafa. Toledo krijgt de bal, nu Toledo. En de redding van de doelman weer. De Nieuwe Spelen zitten goed tot nu toe, de laatste 10 minuten. 4-1, de voorsprong nog steeds. Maar het lijkt dat er wel nog meer kan gebeuren. Hier, deze kans gaat ook over van Riddell Kiek. En is dus nog steeds 4-1. Wel weer opnieuw de hoekschop. Bakken met de hoekschop, gaan richting Oosterwolde. Nu de kopkans hier en dan gaat hij binnen de lijnen. Dan is het uh, de 5-1. Maar dan gaat hij op naam komen denk ik van een uh, AZ-speler. Want dan gaat volgens mij, volgens mij via een verdediger binnen de lijnen. Oosterwolde viert het feestje. Maar het is 5-1 en het lijkt mij een eigen doelpunt van az hier zien we nog een keer de kopbal van Oosterwolde. En ja, via die man die op de lijn staat, is het de 5-1 voor Groningen. De eigen doelpunt van AZ. AZ weet niet meer wat ze moeten doen bij de 5-1 achterstand. Ongelooflijk mooi is dit, zegt van FC Groningen. Kelvin Stengs we gaan er wat, we gaan er wat naar proberen uit te komen. Klaas, kan er wel niet bereiken. Toledo, doet de countermogelijkheid mogelijkheid weer. Voor de 6-1. Bakker, kan zomaar gebeuren nog. Bakker, bal geven, geen buitenspel. Arafa. Die kan nu nog zijn doelpunt maken en dat doet hij ook. Ongelooflijk, de man die net koud in het veld is, scoort de 6-1. Hij mag zich nog laten zien, en maakt zijn doelpunt. Misschien wel dat ik hem een keer de kaart moet geven van, uh, vanaf 1 minuut in de basis voor de vervanger van Robben. Maar ja, laten we in ieder geval de zaken vooruit lopen. Het is de 6-1. Wie uit het gedacht zeg, vooraf van deze wedstrijd. 2-1 overwinning tegen Atletico. Toch nog een domper in die wedstrijd. Robben die geblesseerd raakte. We dachten we gaan het domper nu krijgen in de Eredivisie. Maar ja, toch kan het team zich staan houden zonder Robben. Wat heet 6-1 tegen AZ, de nummer 1 van de Eredivisie? De wedstrijd is voorbij. Groningen gaat douchen. Groningen gaat terug naar huis met de drie punten en de 6-1 Het Dus klaar. We winnen dus met 6-1 van AZ. Gaan we kijken wat we nu de volgende wedstrijden met Turkije kunnen gaan doen. In de, ja, het zijn fysieke wedstrijden, dus niet zo belangrijke wedstrijden. Dat scheelt. Eens de Nederland Nederlander die mee is met Nederland zelf serieus op pad Die bij ons zit. Nou, dat is mooi. En dan gaan we nu eens kijken. Tegen Zweden gaan we simuleren. Toledo gaan we ook nog niet zeker niet uitlenen. Want hij deed het goed eigenlijk toen hij, de, toen hij speelde tegen AZ. Dus laten we lekker bij FC Groningen zitten. En dan gaan we nu kijken wat we tegen Zweden kunnen gaan doen. En wie is die ander eigenlijk? Zweden en Tsjechië met Turkije moet op zich te doen zijn. Ik wil sowieso één toernooi met Turkije doen. Daarna gaan we weg bij Turkije. En dan gaan we kijken wat welke klanten er dan op ons pad komt. We gaan deze wedstrijd simuleren tegen Zweden. En die wedstrijd verliezen we met 2-0. Dat is wel iets minder. Maar goed, we gaan nu kijken wat we tegen Tsjechië kunnen doen. En dat lijkt me wel iets makkelijker. Zweden kan ik toen wel begrijpen. Is wel een lastig, lastig land om tegen te spelen. We kijken wat het nu wordt tegen Tsjechië. Daarna hebben we de wedstrijd in Eredivisie tegen Heerenveen. Die gaan we ook simuleren met het tweede helftal. En nu deze wedstrijd simuleren tegen Tsjechië. En die wedstrijd, die spelen we gelijk. 2-2. Kan ik mijn leven. Nu gaan we door naar de wedstrijd tegen Heerenveen. Die we ook gaan simuleren. Zij komen met het tweede elftal. Het is skant misschien. Maar ik wil het gewoon doen. Want we hebben de volgende aflevering gelijk weer een wedstrijd in de Champions League. Tegen Liverpool. En dan gaan we dan de volgende aflevering zien. Maar eerst gaan we kijken wat we tegen Heerenveen kunnen doen. Met het tweede elftal. Hopen op een goede wedstrijd. Wat gaan we doen tegen Heerenveen. En we verliezen met 1-0. Dat is wel een domper. Dan hebben we hebben toch weer, weer drie punten verloren. Maar goed. We gaan iets minder gevoel eigenlijk richting de west tegen Liverpool. En dat is wel iets minder natuurlijk. En laten we hopen alsnog dat we voor de tweede keer Liverpool pijn kunnen gaan doen of voor de tweede keer verrassen kunnen zijn tegen Liverpool. Laten we het hopen. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vanmiddag komt er ook nog een koffer van mij online en ook nog een gratis fijne Morgen weer in Final Screamer Road en het zegt tijd. en zoals nu later.